Goedemorgen iedereen. We zijn vandaag met onze zeteltjes opnieuw in het VAC in Gent en niet op onze vertrouwde locatie in Lokeren. En ik heb vandaag Siri uitgenodigd. Welkom Siri. Ik heb dat eigenlijk gedaan in het kader van iets dat ik op de radio had gehoord. De ombudsman die op de radio kwam en die vertelde over mijn burgerprofiel. Ik vond dat heel interessant en blijkbaar zou jij daar meer van weten. Dus kun je ons even vertellen wat dat juist is, mijn burgerprofiel? Ja. Mijn burgerprofiel is de naam van een project van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Ja. En eigenlijk heeft het als doel om dat je als burger veel gemakkelijker je eigen informatie over de overheid terugvindt. Hè. Mensen kennen vandaag MyPension, ja. Maar je hebt ook een Mijn Kind en Gezin. Je hebt heel veel digitale manieren om de overheid te bereiken. Maar mensen weten nog altijd niet goed wanneer dat ze waar moeten zijn. Ja. De bedoeling is dat je eigenlijk mijn burgerprofiel wil dat samenbrengen. Dat jij kan op een heel gemakkelijke, toegankelijke manier eigenlijk basisgegevens krijgt die de overheid over jou kent. Ja. En dat je dan ook eigenlijk weet van als ik daar iets meer mee wil doen, dan kan ik terecht bij Kind en Gezin. Of dus basisgegevens tonen en ook eigenlijk doorverwijzen zodat je veel makkelijker de weg vindt in de digitale overheid. Lijkt mij super interessant, zoals dat de ombudsman ook zei. Het doel zou zijn om mijn burgerprofiel even bekend te maken bij de mensen zoals hun eigen Facebookprofiel. Dus dat lijkt mij inderdaad wel heel handig. Maar ik vraag me dan af, jij praat nu over de overheid, maar de lokale overheden moeten daar misschien ook in betrokken worden. Ja, dus je moet je voorstellen, hè, mijn burgerprofiel is vandaag live op een aantal URL's, websites. En bijvoorbeeld als je dan naar de lokale overheden kijkt, Kortrijk en Genk waren onze pilootgemeenten. Okay. Dus daar kan jij vandaag je aanmelden en zien wat erin zit. Maar je gaat ook zien dat er nog niet veel in zit. Hè? Want die data heeft Informatie Vlaanderen natuurlijk niet. Die zitten overal verspreid bij Kind en Gezin, bij de lijnen. Dus vandaag bestaat dat al wel, maar het is een beetje zoals straks een web 10 jaar geleden. Hè? Het staat nog in de kinderschoenen. Ja. En het is wel degelijk de bedoeling dat de overheid of onze ambitie al zijn gegevens over de overheid terugvindt. Dus ja, ook de gegevens over lokale overheden. Ja. Dus alle gegevens, lokaal, Vlaams en federaal. Oké. Okay. Ja, lijkt mij inderdaad fantastisch dat het allemaal kan samenkomen. Hangt daar een prijskaartje aan vast voor bijvoorbeeld lokale besturen die zeggen ik wil meedoen aan dat project? Ja. In 2019 niet. Hè. Dus dan nog voor een verkiezingsjaar. Dus wat de toekomst brengt, daar ben ik altijd voorzichtig in. Ja. Hè? Maar dus zeker vorig jaar zijn we live gegaan met de piloten. Dit jaar willen we echt inzetten op aansluiting. Dus willen we zoveel mogelijk partijen en eigenlijk data aansluiten. Dat interessanter wordt om de burger om er naar te kijken. En het kost vandaag niks aan Informatie Vlaanderen om aan te sluiten. Ik wil dat ook nuanceren. Want natuurlijk, de meeste lokale besturen werken met bestaande dienstenleveranciers, bestaande applicaties. En er moet wel een connectie gelegd worden tussen die bestaande applicatie en mijn burgerprofiel technisch. Ja. En dat betekent dat er iemand werk moet doen. Als er iemand werk moet doen, kost dat in praktijk ook geld. Hè? Dus wij vragen niks, maar in praktijk ga je wel dienstenleveranciers hebben die, die wel iets zullen moeten doen en daar een factuur voor sturen. Ja. Oké, okay. Dus het kost een beetje inspanning. Het kost inspanning, ja. Oké, okay. Lijkt mij heel interessant. Als ik nu als lokaal bestuur zeg van ja, ik wil daar uiteraard aan meedoen, waar kan ik dan terecht? Hoe kan ik jullie terugvinden? Ja, je kan bij mij terecht. Maar niet iedereen moet mij daarom onthouden. We hebben behoorlijk wat informatie staan op onze website. Ja. En eigenlijk hebben we ook een mailadres. Ja. Helpdesk apart voor mijn burgerprofiel en achterliggend zit een CRM-systeem. Dus dat komt dan bij de juiste persoon terecht. En in praktijk zal een vraag voor aansluiting waarschijnlijk bij mij terecht. Bij jou terecht komen. Dan nemen we contact op en zien we verder. Super. Lijkt mij een fantastische tool eigenlijk om alle overheden bij elkaar te brengen. Dus ik denk als samenvatting voor de lokale besturen. Go for it, contacteer Siri en zij zal jullie verder helpen om alle informatie van de burgers op één profiel te krijgen. Bedankt Siri om hier aanwezig te zijn en tot de volgende keer.